Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de afgelopen jaren grote organisatorische veranderingen doorgevoerd. Zij zijn zowel intern als extern op een nieuwe manier gaan werken. Vroeger als, zeg ik dan maar, traditionele overheid dachten wij eerst na en betrokken dan de buitenwereld bij wat we doen. En wij blijven nadenken in de nieuwe opzet en in de nieuwe aanpak. Maar wij denken vooral na in en met die buitenwereld. Een goed voorbeeld daarvan is het project Kust op Kracht in Petten. De dijk moest daar verstevigd worden. In samenspraak met de buitenwereld is afgezien van een dijkversteviging en is er gekozen voor een innovatieve oplossing. Juist door de inbreng van verschillende partijen, met name vanuit natuur en recreatie en vanuit de bewoners, is er uiteindelijk gekozen voor een zogenaamde zandige oplossing. Dus wat we doen daar is dat we die dijk niet verhogen, maar dat we een compleet nieuwe waterkering in de vorm van zand, dus in de vorm van een strand en van duinen, daar neerleggen die uiteindelijk de veiligheid gaan bieden tegen de overstroming voor Noord-Holland. Ook intern is er veel veranderd. 6 afdelingen zijn samengekomen in 1 gebouw en het nieuwe werk is hier ingevoerd. Linda van Oosten is al 21 jaar werkzaam bij het Hoogheemraadschap en heeft de organisatiecultuur zien veranderen. Nou, ik heb de organisatie veel zien veranderen. In de loop der jaren is het samenwerken met medewerkers ook op een heel andere manier geworden. Waar we voorheen in verschillende kantoren zaten en iedereen elkaar moest gaan opzoeken, hebben we nu 1 groot kantoor waar we allemaal flex werken. Ja, wat ik leuk vind aan het waterschap is dat het echt een platte organisatie is. Ik kan 's ochtends binnenlopen bij Luc en dan dus de dijkgraaf en dan zeg ik: Luc, ik heb een probleem, kun je me helpen? Maar dezelfde dag kan ik ook binnenlopen bij een beheerder en zeggen van: ja, er is een bestuurlijke vraag over schapen op de dijk. Hoe zit dat? En kun je mij die informatie geven? En dat platte, dat geeft mij echt energie. Dat je gewoon over gewone dingen praat met mensen. Het is eigenlijk als zandzakken vullen. De ene is goed in het zand erin scheppen, de andere is goed in dragen. En de andere kan ze goed neerleggen. Maar met elkaar hou je het water tegen. En zo werkt het eigenlijk hier. Wat er voor ons nu werkelijk veranderd is, is dat mensen zich actief uitgenodigd en gewaardeerd weten om de inbreng die ze leveren. De gemeente Zaanstad heeft de laatste jaren met veel lef en visie grote veranderingen doorgevoerd om te investeren in de toekomst. Zoals decentralisaties en stedelijke vernieuwingen. Het opnieuw opbouwen van onze binnenstad, het project Inverdan, is een zichtbaar voorbeeld van stedelijke vernieuwing en investeren in de toekomst. En het is ook echt lef geweest om toch in een stad die van oudsher niet goed in zijn slappe was zit, om zo'n project aan te durven. En dat heeft eigenlijk het centrum een hele eigen identiteit gegeven, een eigen karakter. Wat ons nu onderscheidt van andere centra in Nederland. En waar Zaanstad dus ook eigenlijk best wel een beetje trots op zijn geworden. Ik ben hier gestart als ondernemer omdat ik geloof dat de gemeente Zaanstad fantastische voorwaarden neer heeft gezet. Waarin het verbinding is gelegd tussen het stationsgebied en het winkelgebied. Dus ik ben wat dat betreft heel positief daarover. Om externe projecten goed uit te voeren, moet intern de organisatiestructuur en cultuur goed zijn. We werken voortdurend aan de ontwikkeling van onze organisatie. We hebben de afgelopen jaren de structuur echt aangepast en we zijn echt wendbaar geworden. Heel belangrijk is ook dat ontwikkeling van organisatie gaat over ontwikkeling van mensen. Daar investeren we in. We hebben 3 programma's die in 2014 ook echt een stevige impact hebben gehad. Dat is een traineeprogramma, een leiderschapsprogramma en een topprogramma, waarbij talentvolle ambtenaren worden klaargestoomd om binnen 3 jaar een sleutelpositie te hebben binnen de gemeente Zaanstad. Mijn ambitie is om verder te ontwikkelen in procesvaardigheden. Dat is steeds belangrijker en een topprogramma geeft daar een hele goede boost aan. Ik zou de interne organisatiecultuur beschrijven als open, direct, soms recht voor zijn raap, maar dat is ook prettig. Dan weet je wat je aan elkaar hebt en het is heel prettig om zo samen te werken. En die open organisatiecultuur helpt bij het adequaat aanpakken van lastige opgaven zoals de decentralisaties. We zijn niet gaan wachten op anderen, we zijn ook niet gaan wachten op wetgeving. We hebben van het begin af aan het initiatief genomen om ons klaar te maken op die decentralisaties. En lef was dan ook dat we als een van de eerste gemeenten onze aanbesteding op orde hadden, onze processen georganiseerd hadden en ook gewoon klaar waren op 1 januari voor de decentralisaties.
Jeugdbescherming Regio Amsterdam streeft naar veiligheid van het kind. Daarom stelde zij zichzelf een nieuwe missie. Ieder kind veilig. Deze missie is het fundament geworden voor verbeteringen op uitvoerend en facilitair niveau. Alles wat wij doen, daarin is zichtbaar wat onze missie is. En dat zie je daarin terug, ieder kind veilig. Vanuit dat idee zijn wij gaan nadenken over hoe wij gezinsmanagers het beste kunnen faciliteren. En dat zie je terug in van alles in het pand. In de lockers en in de coffee to go, maar ook in het feit dat we minder kantoorpanden hebben. We hadden er 7, hebben er nu nog maar 1. Mensen zijn uitgerust met laptops, met smartphones. We hebben auto's klaarstaan. Alles is erop gericht om daar naartoe te gaan. Het maakt ook nog eens dat het 20% goedkoper is. En dat betekent heel concreet, 10 FTE, meer gezinsmanagers, 140 gezinnen beter geholpen. Geïnspireerd door de missie Ieder kind veilig is er op uitvoerend niveau gekeken met welke aanpak de gezinnen het best ondersteund kunnen worden. Er wordt nu gewerkt op een nieuwe manier, namelijk 1 gezin, 1 plan, 1 medewerker. Wat je merkt aan de nieuwe aanpak is dat 1 gezin, 1 plan, 1 medewerker, dat medewerkers beter kunnen aansluiten bij de gezinnen. Voorheen waren ze minder gemotiveerd om met jeugdbescherming in gesprek te gaan. Maar nu merken ze door de manier waarop we met ze matchen en willen aansluiten, dat ze onze hulp toch kunnen gebruiken en zien ze vaak in wat hun eigen patronen zijn en waar ze in samenwerking met ons uiteindelijk uit kunnen komen. De aanpak 1 gezin, 1 plan, 1 medewerker werpt zijn vruchten af voor de cliënten van Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Voor bureau jeugdzorg is het natuurlijk al een hele hoge drempel, want je komt niet met je kind om even een koekje te eten, een kopje koffie te drinken of een spelletje te doen. Het is hier echt pure noodzaak. En ondertussen werd een case manager René Swint aan ons toegewezen en het leek alsof ik werkelijk van hel in een hemel kwam. Een hele andere jeugdzorg. Sinds de invoering van deze nieuwe werkwijze is het aantal onder toezichtstellingen met 50% gedaald en het aantal gedwongen uithuisplaatsingen met 60%. En de cliëntentevredenheid nam met bijna 2 punten toe van 5,8 naar 7,5. Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. En ontwikkelt, beheert en onderhoudt het nationale netwerk van wegen en water. Rijkswaterstaat heeft veel projecten in uitvoering die iedereen in Nederland raken. En de grootste uitdaging is dat het verkeer wel blijft doorstromen op het moment dat wij aan het werk zijn. En daarvoor is het nodig dat wij het heel goed in samenwerking doen met de partijen in Nederland die daarvan zijn. En om die samenwerking te optimaliseren is er eerst goed gekeken naar de interne organisatie en wat daar verbeterd kan worden. En dat hebben we gedaan met medewerkers van hoog tot laag in de organisatie. Dus we hebben echt gebruik gemaakt van het vakmanschap in onze organisatie. Zo is er vanuit de weginspecteurs veel input gegeven voor een nieuw protocol om de calamiteiten sneller op te lossen. Wat nou het mooie is van ons werk, is dat wij samenwerken met ketenpartners. Ketenpartners, zoals wij dat noemen, is politie, brandweer, ambulance. Maar dat zijn ook de calamiteitenbedrijven en dat is bijvoorbeeld ook de ANWB. En stel dat we het niet zouden doen, dan verzandt zo'n incident in 1 grote chaos. Dan staan de mensen onnodig in een file. Omdat bij de uitvoering van de projecten zoveel verschillende partijen betrokken zijn, speelt de communicatie hierin een hele belangrijke rol. Een goed voorbeeld waarbij op een nieuwe manier alle partners in de communicatie betrokken zijn, is het programma Ruimte voor de Rivier. Het programma Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat werkt nu op 34 plekken in Nederland aan de veiligheid van zo ongeveer 4 miljoen mensen. En communicatie is in dit programma ook een heel belangrijk punt, want wij zetten de omgeving centraal in plaats van de organisatie. En met een heleboel partijen werken we aan dit programma. Waterschappen, gemeenten, provincies. Ze zijn allemaal betrokken vanaf de planfase tot en met de realisatie. Ook bewoners zitten al vanaf het begin betrokken bij een project. Bijvoorbeeld in de Overdiepse polder, waar boeren zelf hebben meegedacht aan het terpenplan. Om op terpen te gaan wonen met hun hele familie en al hun dieren. En al deze mensen denken mee aan het programma Ruimte voor de Rivier. En dat is belangrijk, omdat je daarmee ook je draagvlak creëert voor projecten. Als mensen vanaf de tekentafel mogen meedenken. En dat deze aanpak werkt, blijkt onder andere uit de grote internationale belangstelling voor dit programma.